je. Het is een hele spannende dag voor jou vandaag, Patrick Josso. Ja, absoluut. Boris is zijn plaats, zijn maakplaats naar zijn rustplaats, zeg maar. Uit Hoofddorp, dus flink tegen het westen van Nederland aan. Naar flink het oosten, Borne. Het was een spannende rit, zo'n beest helemaal bloot op zo'n aanhanger. Ja. En er zaten drie touwtjes omheen. En we hebben erachter gereden en ik dacht, dat komt hij eraf zetten. Maar nee, het is allemaal goed gegaan. Dus dat was spannend. En het spannende idee dat je hebt iets gemaakt, je laat het zien voor het eerst aan mensen. Vinden ze het wel mooi? Vinden ze het oké? Nu bij Boris en nu echt van heel close-up zijn we met wethouder Velten. En wellicht kan wethouder Velten ons een beetje vertellen over wat de rol van de gemeente bij Boris is geweest. De rol van de gemeente is faciliterend zijn we bezig geweest, zoals dat zo mooi heet. Het was een initiatief vanuit de bevolking. Een aantal mensen die hebben gezegd, nou, wij willen iets in Borne neerzetten wat er ook toe doet. En dat is dan Boris, die is uiteindelijk zijn overblijfselen, die zijn hier gevonden in 1996. En daar willen we eigenlijk een standbeeld van neerzetten. Nou, en zodoende zijn ze bij de gemeente gekomen. Toen heeft de gemeente uiteindelijk uit allerlei fondsen hebben we €7500 bijgepast. En daarnaast hebben we gezegd, hij moet ook een mooie plek hebben. Dus de vroegere beeldentuin die wordt helemaal gerenoveerd in het kader van de centrumvisie. Dat doen wij ook voor onze rekening, zeg maar. Althans voor de rekening van de gemeente. Zodat Boris ook een goede plek krijgt in Borne. Wat leuk. Vertel eens, waarom een mammoet interessant? Nu ben ik heel nieuwsgierig. Ja, ze zijn uitgestorven. En ja, vroeger keek ik Ice Age en zo. En ja, ik vind het gewoon ook hele leuke dieren. Ja. En wat vind jij? Hoe is die geworden? Ik vind hem wel heel erg prachtig. Ja. En heb je hem al aangeraakt en zo? Eén keer. Ja. Mag vast wel. Ik zou het nu doen. Hij staat er nu. Ben je een van de eerste? Ja. Doe gerust. Ja. Boris is belangrijk voor Borne, dat vind ik. Maar lang niet iedereen is dat meteen met me eens. Het is een cultuurhistorisch ding eigenlijk. Voor de historie van Borne erg belangrijk, vind ik. En wat mij betreft, ik zou het leuk vinden als het een soort verbindende factor werd binnen Borne. Aslo. En jij ook? En jij? Ja. En je komt helemaal uit Aslo om Boris te begroeten? Ja. Nou, dan gaan we even aan mama vragen of zij weet wie Boris is. Nou, voor mammoet Boris zijn botjes gevonden in Borne. Dus vandaar dat ze er een beeld van hebben gemaakt. En wat vind jij van het eindresultaat? Mooi. Heel mooi. En jij? Ja, erg mooi. Nou, gaan we even kijken. We gaan eens even kijken naar Boris. Weet je een goede naam voor zo'n grote mammoet? Een mooie naam? Ja. Ja? Nou, we zijn een jaar of 3 geleden begonnen. Het idee is van Patrick Josso, de kunstenaar. Die liep er al een hele tijd mee rond om Boris weer terug te brengen naar Borne. En op een gegeven moment kwam ik daarmee in aanraking. En ja, ik vond het zelf ook een geweldig leuk idee. Dus ik dacht, nou, doe mee. Dus zo langzamerhand steeds meer mensen gevonden die er enthousiast voor werden. En daar staat hij dan. Hey, vertel ons eens even over jouw dag, want het was nog niet eenvoudig om Boris hier naartoe te krijgen. Nou, het was sowieso heel vroeg dat we weg moesten. Maar we hebben ontzettend veel plezier gehad onderweg. Met mensen van Vorgers, die hadden er ook enorm veel lol in. En het is natuurlijk niet niks om met een mammoet over de snelweg te rijden. Hoop bekijkt, veel plezier. En het weer hadden we ook nog eens mee, dus wat wil je nog meer? En je zegt net, Boris is voor Borne, voor de kinderen. Je hebt hem zo gemaakt dat hij hufteproef is, om het zo maar te zeggen. We hebben hem zo hufteproef mogelijk gemaakt. Nou, is niks hufteproef. Als je flink je best doet, krijg je hem stuk. Maar het is de bedoeling dat hij niet stuk gaat. Het is de bedoeling dat hij gewoon leuk gevonden wordt of aantrekkelijk gevonden wordt. En wat betreft de hangjongeren waar iedereen zo bang voor is. Ik denk dat het zo'n vaart niet loopt. En ik doe meteen hierbij een beroep op de hangjongeren om te kijken of we misschien gezamenlijk ook nog een kunstwerk kunnen maken voor Borne. Ach, misschien staan ze hier wel tussen en kijken ze eventjes. Want het duurt nog wel eventjes voordat hij echt op zijn goede plek komt, of niet?
De bedoeling is eind augustus. Iedereen hoopt met de Melbulendagen. Dan wordt hij geplaatst. En nu dat u Boris van dichtbij heeft gezien, wat vindt u ervan? Ik vind het een schatje. Hij heeft een hoog knuffelgehalte. Het leukste vond ik dat ik stond tussen een paar kinderen en Boris kwam binnen en die zeiden allemaal, oh wat schattig. En dat is hij toch ook, hij is gewoon schattig. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Kijk, je kunt zeggen van ja, lijkt hij wel of niet op een mammoet. Hij lijkt die grote lijnen wat op een mammoet, maar het gaat er ook om dat je fantasie ermee aan de gang gaat. Het is eigenlijk een mengeling tussen realisme en abstractie. En dat vind ik juist mooi.